Hey Paul, goedemorgen allemaal. Zometeen onderweg naar de BOVAG, naar het dielencongres van de onafhankelijke van de universele. Zeer veel zin in. We beginnen om 1 uur met een lunch voor de sponsors. Wij vanuit Marktplaats zijn uiteraard sponsor van de BOVAG onafhankelijke autobedrijven. En nu in ons nieuwe kantoor in Ede van de DZW heel enthousiast over dat verhaal ook. En ik zie jullie zometeen op het dielencongres. Nou, hier zijn we dus in Barneveld bij het congres voor de onafhankelijke autobedrijven. Zeer veel zin in. Ook leuk dat Jeroen Veldman komt van Binco. Het verhaal vertellen over buying your next car online. Even kijken of hij al een beetje aantallen heeft gehaald. En wat hij uiteraard doet met Marktplaats, met Autoscout. En welke portalen voor hem het meest relevant zijn. En voor de rest komt Lee Towers, voor zover ik het weet. Dus niet dat mij dat iets interesseert, maar goed, het zij zo. En even kijken wat de content van de seminars zijn, van de workshops zijn. Daar ben ik zeer benieuwd naar wat we daarmee kunnen. U ziet het, het wordt steeds luxer en beter bij de onafhankelijke autobedrijven. Mooie conferentiezalen hier in Barneveld. Was hier nog nooit geweest, maar het ziet er fantastisch uit. Helemaal nieuw gebouwd, industrieel, maar toch ook wel gezellig. Het bestuur van de BOVAG zit hier achter mij nog te vergaderen. Een staande vergadering. Altijd ook beter om dat te doen, omdat je daar meer engagement krijgt. En we gaan zo meteen beginnen met de lunch en van daaruit hou ik je op de hoogte. De voorbereidingen zijn volop aan de gang nu om de zaal hier voor elkaar te maken in Barneveld voor de BOVAG-congres. Dit is de stand van Marktplaats. Daar hebben we het Rad van Fortuin zoals je hier kunt zien. Ik denk het wel, althans hier hebben we hem. En daar kunnen de deelnemers iets mee winnen. Een Premium Cat Plus pakket, een boek, een autolader of iets dergelijks. Dus allemaal voor de universele autobedrijven. Hey Paul, nu de pauze eigenlijk bij het congres, er zijn nu allemaal parallel sessies. Hoe ga je om met evenementen, hoe ga je om met je personeel, hoe kun je daarmee beter omgaan? Wat zijn de quick wins die je kan doen? En zometeen gaan we hier verder in de grote zaal met de plenaire sessie. Zoals je ziet is het gezellig druk op dit moment. We zijn allemaal met het diner bezig, geregeld door de sponsors, Italiaans, Oosters, hamburgers, alles is er, alleen geen bier. De meest gehoorde klacht vandaar, maar goed, veilig rijden is ook één ding, dus prima zo. Gaat zo meteen beginnen, de uitverkiezing van het autobedrijf van het jaar. Eerst nog even een paar seminars, eigenlijk de keynotes. Jeroen Veldman, Adriaan Roggeveen, zeer benieuwd. En wie dat is, dat gaat jullie eigen voorzitter bekendmaken. Geef hem nogmaals een hartelijk applaus, jullie voorzitter Gerard ten Buren. Dus we gaan met mooi tromgeroffel erbij bekendmaken wie de winnaar is. Autobedrijf van het jaar 2017-2018 is... Autobedrijf Chesma. De winnaar is bekend, het autobedrijf van het jaar, Tjertsma uit Nieuw-Weerdingen, is gekozen tot autobedrijf van het jaar 2017. Fijn om leuk en mee te maken, om in de jury te zitten van dit evenement. Volgend jaar weer, de prijzen zijn ook bekend, €2500 voor de winnaars, de drie finalisten. En Tjertsma gaan we helpen in zijn marketing, in zijn Lidl-volg voor het komende jaar om hem beter te maken in die online Lidl-volg en marketing. Voor zover, tot hier de laatste video. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag, fijne avond en tot morgen.